Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuw spel. Het heet de Supermarkt Simulator, nog niet zo heel lang uit. Ik dacht echt misschien wel leuk om het eens te proberen. Wie weet ja, hoe groot onze supermarkt kan worden. Welkom bij Supermarkt Simulator. Je begint met een kleine winkel en groeit uit tot een geweldige supermarkt. Nou, dat is nog maar afwachten. Begin met het inkopen van goederen om te verkopen en plaatsen op de planken. Vergeet niet de prijs neer te stellen met winst om faillissement te voorkomen. Veel plezier. Oké. Dit is onze straat. Oh, we kunnen springen. Nou, wat top. Een boompje voor de winkel. Hier een beetje afval. Een auto. Ratelt een beetje. Wat drachten. Dus de opslag van de winkel later kun je kopen. Hier gooien we prullenbak. Fiets kunnen we niks mee. En dit is onze winkel. Supermarket. Schappen. En kassa. Vergrendeld. Oké. Okay. Onze computer. Het licht. Mooie spotjes. 4 stuks. Nou. Kunnen ook nog verplaatsen als we zou willen. En dit is onze computer. De bank. Kun je een lening. 0,01%. Dat is niet te veel. Wat doen we? Oh, dat is betalen. Ja. Betalen. Alle installaties zijn betaald. Lening gegevens genomen. Resteert. Oké. Beheer. Nou, dan kun je licenties gaan kopen. Ik vind het lettertype niet al te groot, als ik eerlijk ben. Eieren, 8 pak spaghetti. Kijk, en dan wordt het ook steeds een beetje duurder. Kijk, hier hebben we chips en bloem, aardappelpuree. Dan heb je al 3500 en winkelniveau 30 trouwens. Slagroom, honden, kattenvoer, schoonmaakmiddel, cake. Weer nieuwe chips. Frisdrank, blikjes, fles, water, suiker, yoghurt, weer cake. En hier zijn wijn en whiskies. Maar dat is op level 90. 65.000 betalen is wel heel veel. Boeken was verzegd. Nou, is prima. Hier rekeningen. Komen later de huren, elektra en dergelijke. Uitbreiden van de winkel. 4x4. Nou, dat gaat ook steeds duurder worden natuurlijk. Tot aan 23 keer. En dat kost dan 160.000. Als ik het even zo zie. Ja. En ook hartstikke veel. Dingen nodig. Nou. Later kunnen we nog kassamekerwerkers aannemen. Kost een dagloon van 80. Inhuren kost ook 100. En een vakkenvuller kost 90 dagloon. En inhuren 100. Heb je opslag nodig. Kijk, dat is over de winkel aankopen. Winkelniveau van 10. Dus dat dan. Nou. Voor $800 kunnen we deze opslag aankopen en dit komt binnenkort. Meubels kunnen we laten komen. Kassa. Ook kassa gespiegeld en kassa. Koelkast. Koelkast. Diepvries. Klein rek. Plank. Nou. Ik zeg we kopen die. Brood, pasta en olie. En zoveel hebben we helemaal niet in ons. Gaat de pasta er maar even uit. Oh, nee, niet pasta eruit. Pasta er maar in. En poedersuiker. En daar hebben we ook al geen. Bloem dan. Kunnen we ook niet betalen. Nou, beginnen we alleen maar met graan en brood gesneden. Oké, nou dan staat buiten.
de dozen. Hop, 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 hop. Gooi in de prullenbak. Hoppa. En onze doos met granen. Ja, gooi het er maar neer. En weer afval. Dan moeten we de prijzen instellen. Marktprijs 6 eurotjes. 4 eurotjes. Nou, en dan gaan we hem openen. Nou mensen, hartelijk welkom. Bliep. Ja, geef geld. Teruggeven 1 eurotjes. Een dollar. Nou, dus. En de kast weer dicht. Hallo. Je wil pinnen. 6 euro. Hallo. Je wil ook pinnen. 6 euro. Kijk. Nou, dat is mooi. Kost het allemaal veel eigenlijk. Ja, hallo. Welkom. Heel veel pinpas. Hartstikke goed. 6 euro'tjes. Dank u. Ook pinpas. Hartstikke mooi. En 4 euro'tjes. Jullie mogen wel iets meer kopen trouwens hoor. Ik vind dit nogal weinig. Hè? Heb ik de prijs te hoog? Is dat het? €3,80 maken we ervan. €5,80. Ja, komt u maar. Liep, binnen. €5,80. Hey, welkom meneer. Ja, contant, oké. Okay. 4 euro terug, 1, 2, 3, 4. 20. Doe. Veel plezier met je aankoop. Ben ik te duur misschien. €5,50 maken we ervan. Ik vind dat wel goed. €3,50. Komt u maar allemaal. Dag meneer. Ja, ik ben er. Kijk, hartstikke goed. Contant geld. Jij wil 9 eurotjes. Nee, je wilt niks terug. Heel gepast. Hartstikke goed meneer. Dag, dag. Ik zit er klaar. 1 brood, niet iets meer. 3 euro, oh dat is iets te veel. 3 euro 50. Dank u. Ja, pak het maar een brood. Ja, dank u. Pinpas. Geef die pinpas maar 9 eurotjes alsjeblieft. En ik ga even wat inkopen doen bij de supermarkt. Ping ping. Ja, geef het maar. Wisselgeld 41 euro. Ben je gek? Hartstikke mooi, dank u.
€3,50. Ja, ik ben daar. Liep. Ja, geeft u maar €5,50. Stikke mooi. Ja, oh, 3 producten. Pimpas. Dat wordt dan €12,50. Hartstikke mooi. Nou, als nou de volgende op. De pasta. Tuut. Zo. En de pasta gaan voor €2,50 weg. Zo. Ja, ik ben er al. Contant geld. Geen wisselgeld. Hartstikke mooi, dank u. Ik zie dat die al aardig opraakt. Brood. Koop. Netjes. Hartstikke mooi, dank u. 9 eurotjes. 3 keer brood. Dat is dan €4,50. 50 cent. Ja, dank u. De brood. Het schap is vol. Ja, kom eraan. Kom eraan, momentje. Even de verlichting aan, zo. 1 brood. Wat goedkoop, ja. €3,50. Contant geld. €4 terug. 1. Oh, dat is te veel. Door de rechtermuisknop op de kassa te drukken. Hartstikke mooi, dank u. €4,50. Ja. Dat is niet te veel, jongen. Aankoop. Ik kom eraan. Even een moment. Ja, de pinpas. €2,50. Alsjeblieft. Gemiddelde prijs. Nou, 4 eurotjes. Eet smakelijk. Wisselgeld. €2,50. Alsjeblieft. Ja, dat is €7,50. Alsjeblieft. En daar komt meneer voor de brood. €6,50. Hartstikke mooi, dank u wel. Wat was bijna op? De pasta volgens mij. Oh. Totale winst, min €2,46. De dagelijkse rekening en vanaf vandaag zorgen we dat de rekening betaald via de computer voor de vervaldatum of ze worden automatisch betaald. Hoe meer elektrische apparaten, hoe duurder de rekeningen. Ja, dat snap ik. Ik wil graag pasta kopen. Pasta, up, aankoop. Leeg doosje. Hop. Open de winkel. Zo,
ook iemand te verbouwen volgens mij. Brood hebben we ook niet zoveel. Maar misschien kan het wel even wachten. Beheer, rekeningen. Oh, nog niet. Mensen, hallo. Wat gaat u allemaal kopen? Ja, dat is lekker, hè? En die. Nou, smakelijk. Gepast, hartstikke wijn, dank u wel. De volgende klant. Je mag wel iets meer kopen. €3,55. Ga je er maar goed? Oh, niet. Ik koop hier weinig, jongens. Ping. €3,50. Vandaag speciale aanbieding. €5,30, jongens. Die ook. Kan ook wel ietsje minder. €4,30. Zo. Ja, kom maar aan. Een broodje. Wat? €92 visgeld. Waarom betaal je zo hoog? Ah, nou wordt het druk. €9,60. Oeh, 3 broodjes. Pinpas, hartstikke goed. Dat is €15 graag. Dank u. Ja, die pasta is lekker. Ja, ping. Tot handgeld. Je wil 50 cent terug. Hartstikke goed. Tot de volgende keer. Oh, de verzending kost ook geld. Oh, dat wist ik niet. Helemaal gepast. Hartstikke goed. Oh, jij smult ervan. Pinpas. Wat €15,10 alsjeblieft. Hartelijk welkom in mijn supermarkt. De verlichting kan straks weer aan. 2 stuks. Oeh, een van die. Piep, piep, piep. Ja, contant geld. Dat is 50 cent terug. Alsjeblieft. Bloem. En wat was er nog meer uitverkocht? Zo'n beetje. Het sushi gaf poedersuiker. Uw kaart, dank u. €4,30 alstublieft. Ja, ook met de pinpas. Hartstikke fijn. Dat is €8,80. Have a nice day. Zo, je hebt er zin in. Oliebollenbakken. Dag meneer,
Is ook wel fijn als we wat terugzeggen. Twee keer brood. Contant geld. Je wil 70 cent nog weer terug. Alsjeblieft. Ja, hartstikke goed, dank u. Een eurotje, alsjeblieft. Zo. 16,10 euro wordt het dan. Wat stond daar eigenlijk? Oh, pasta. Pasta. Wat hebben we nog meer? God, wat. Bloem. Bloempasta en die, en dan van het olie ook alweer. En pasta. Oh, dan ben ik het brood vergeten. Zonde. Ja, 50 cent alsjeblieft. En met de pin 11,30 euro alsjeblieft. Ja, contant geld. Heel goed. Ja, hartstikke goed. Ja, ik heb het wel. Oké. Gooi die doos weg. Ja. Pinpas. Ja, hartstikke mooi. 9,60 euro alsjeblieft. Zo, ook weer een bloem. Oh ja, het is alweer de next day. Nou, mooi 120 verdiend. Niet heel onaardig. Al zeg ik het zelf. Pasta. €3,40 maken we ervan. Ja. Brood is op, dat is wel even wat jammer. Hebben we rekeningen? Ja, 5 eurotjes en de huur. Zo, die nemen. Hop. Oké, en bestel. G. 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 Choco. Broodjes.
Wat hebben we hier? Nog meer brood. Is er nog meer brood? Nou, dat kan wel even hier staan. Olie. Het schap is vol. Tu. En dat spul. Kan ik dat ook uit het schap halen? Dat weet ik zo even niet. Nou goed, laten we open gaan. Waarom die onderste nou? Waarom niet even die bovenste? Bliep, bliep. Maar goed, dank u. Oh, lekker broodjes. Ja, pimpas. Als u de twee koopt, krijgt u van mijn korting. En dat doet u niet. Volgende klant. Ja, heel goed. Dank u. 6,60 €. Ja, ja, ik kom eraan. Oeh, goede keus. 10,30 € wordt dat. €13,30. Hé, die heb ik nog niet eerder gezien. En helemaal goed. Aha. Oh, dat kan weer niet omdat de maat weer niet goed is. Oké. €3,40. Dank u. Pimpas, ja, ik had €13,10. Hartelijk dank voor uw bezoek. Ja, ik ben er al. Contant geld, €1 terug, alsjeblieft.
Drie producten, hartstikke goed. Pinpas. 12,30 €. Zo, 4 producten. Je bent de beste klant tot nu toe. 33. Oh, dat is te veel. God. Nou, te veel gegeven. Oké, 20 cent. Ja, pinpas. Dat kan 6,90 € worden dan. Dank u. Goed, wat hebben we hier ook weer? Het brood. Het schap is vol. €2,20. Niks. Ja, ik kom eraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De grootste klant tot nu toe. 1, 2, 3, 4. Binnenpas. €7,80. Hartstikke goed. Dank u. 1, 2, 3, 4. €14,90. Hartstikke goed. Daar zijn er twee uit. Eén fles olie. Dat wordt dan €4,30. Ik had wel iets meer verwacht eigenlijk van de... pasta. Even de lampjes weer aan. €95,70. €11,30. Je denkt, ik koop maar meteen een mooie voorraad ervan. Ik denk, ik moet ook nog wat eten. €3,50, alsjeblieft. Het schap is vol. Hoppa, doosje leeg. €18,30, alsjeblieft. Pasta gaat wel lekker. Kan wel naar €3,40, ja. Oké, nou, top. 107. Oké. De poedersuiker is omlaag gegaan voor €3,50. Verkopen die nu. €3,80. En de olie is ook helemaal goed. Oké. Kan ik. Doos komt niet overeen.
Jammer. Beheer aan rekeningen. Ik denk dat ik die moet bestellen. Dat is wel even handig. Wat hebben we nog meer? Bloempasta. Bloem. En pasta. Spotlight, klein rek, planken. Aankoop. Beheer. Licenties. Dat hebben we ook al nodig. Zo, zet daar maar mooi neer. Hoppa, een doosje voor als ik het nog eens een keer wil wisselen. Nog meer olie. Nou, kan we hier even in de voorraad staan, anders zeg ik het zelf. De ingang van de deur. Pasta. Zo. Bloem, dacht ik. Goed, ook maar bij de dozen. Nog meer bloemig. Wup. Pasta. Ja, die doos. Het past daar allemaal prima nog wat bij. Zo, en zet ook maar neer. Dan zeg ik, we zijn open. Een beetje een drama met die dozen. Oh, de eerste klant weer voor vandaag. Piep, 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 piep. Ja, hoppa. €14,80. En dank u. Dat zijn ook weer drie productjes. En jij wil veel te veel terug, vind ik. En 50, hup. €3,50. Was je die vergeten? Nou, tot de volgende keer. Contant, 20 cent. Neem de olie maar, een beetje pasta bij en poedersuiker. Even pinnen, dat €11,60. Oh. €11,30.
En jij het... Even zetten voor dat ding. Blijkbaar. Piedepiep. 70 cent, alstublieft. Zo, ook weer leeg. Zet dat maar weer neer. Pasta. Piedepiep. Met de kaart. Dat is €15,60. Dank u. Contant €1,20. Kijk, goede klant. €18,70. Zo, vul die bende weer aan. Oh, die zijn vol. Ja, ik ben daar. En dan zijn we gepast, dat is dikke goed. Volgens mij gaat uw man heel wat kopen. €8,60. 3, 4, 5, 6, 7 producten. Je bent er spekkoper. 1, 2 en 3. Dank u wel. Hoppa. Nog steeds niet. Dat zijn goede boodschapjes. Jij wat minder, maar goed, alles oké. Okay. Aankoop, zo. Koffie gebrand, kaas. Nee, even kaas niet. Oh, de koek, oh, stop niet. Hallo. €7,30. €7,80. Zwarte thee, nee, die heb ik nog niet gekocht. Plank. Ja, ik kom eraan. €3,50. Alsjeblieft, even een lichtje weer aan. Ja, zet die even neer. Ja, ik ben daar. Even de pinpas. En €9,10. Zo, je hebt flink wat ingekocht, hè? Dus, 7 producten. €30,50. Nee, niet €40. €14,80. Ja, 1 brood, dat is het. Oké. Okay.
Kijk daar, meneer. Twintig stuks, hartstikke mooi. We hebben thee. Dan hebben we daar de koffie. Hallo. €20.10. Vieze oplichter. Choco dips. Nou, zet dat maar boven nu. €10. Nieuwe dag. Nou, ik zeg niet onaardig. €60 winst, zeg maar. We gaan open. Ga die doos een beetje opruimen. Kijk naar de rekeningen, beheer, €1 en 20 eurotjes. Oh ja, een klant wacht. Dus €12,90. €3,20. €23,10. Deze is populair. Die lust wel wat brood. Duurt. Pin in. €16,30. Zo, dure klanten. €21. Hartstikke mooi, dank u. €19,30 graag. Dank u. Contant geld. 40 cent. Hier, hoppa.
€6,50. Ja, kaas. Ik wil kaas. €3,75. Weet je hoe duur zo'n stelling is, man? Eén pasta, nou. Oh, dit was er volgens mij. Cash, €1. Hoppa, alsjeblieft. Koffie, kijk, dat zijn de berichten. 1, 2, 3, 4 en 50 cent. Dank u. €2,20. Pinpas voor €8,80. Kan erbij ook niet vinden. Nee, die hebben we niet. Dan is het ook niet raar dat je dat niet kan vinden, natuurlijk. Gepast, hartstikke goed. De pasta is in trek. €2,50, alstublieft. Pasta wil ik in ieder geval hebben. Wat hebben we nog meer? Brood hebben we ook wel weer eens nodig. Oh, meteen 4. Nou, dat lijkt me niet helemaal. €7,20. Nou, ik kan ook wel weer een eentje bij. Ja, ik ben daar. 1 pasta. Dank u. En je hebt gepast. Poedersuiker zou wel weer eentje kunnen. Daar gaat de laatste pasta. 8, 1, 2, 3. Aankoop. Ja, ik ben er. Wat €10 graag, dank u. Dat is de choco dip. Ja. Hoe dat ding dan leer. 2 keer 2. Wat 11 eurotjes. 1 keer 2. 50 cent terug. Alsjeblieft. Met de kaart. €15,80. Nee, ik heb geen eieren. Zo. Dat is die. Rood. €1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat wordt dan €27,60. Ja, ook met de kaarten. 7 eurotjes. En wat wil jij? Allemaal koffie. Lekker. 1, 2, 3, 4 en 50 cent. Oké, nou dan gaan we
snel weer wat dozen opruimen. Hop. En nog weer pasta. Weg met die dozen, ik heb er helemaal niks aan. Brood. Nou, dat kunnen we hier niet kwijt op dit moment. Aan de andere kant, dat schap is wel even leeg. Dus koffie hebben we weer nodig en dat was het op zich. Oftewel één keer koffie. Eieren. En poedersuiker. Nee, een twee. Dat was hem. Zwarte thee. Poedersuiker kan er weer uit. Hop. En dat was hem. Dank u. Kijk, dikke winst. Poedersuiker omhoog. Gesneden brood, koffie. €4,30. €9,70. En de poedersuiker was ook wat mee, ja, dat was €2,80. Zal ik ook een olie erbij gooien? Dat is misschien verstandig. En bloem. Bloem en olie. Zo. De zwarte thee. Kan er ook wel naast. Zo. Dat is bloem. Zet daar maar even neer. En wat hebben we hier? Oh. Nog meer olie. En koffie. Oké, en dan gaan we weer open. En de cooling meubels was 200 voor een kleintje, 375 voor een grote. Dan moet ik wel voor een grote gaan. Zal ik een lening nemen? Neem lening, hup, ik kan bij het scheren. Koelkast en een diepvries. En dan zijn we al het hele bedrag kwijt, oké. Koelkast en een plank. Dank u. Piep, 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 piep. Ja, een kaart. Voor 18,50 moet ik het helemaal hebben. Zo, jij koopt even brood. 10 cent. Alsjeblieft. €10,60. Ja, kom eraan. Dank u. 80 cent.
Ja. Dank u. 2,6. Pasje erbij. 1,1,0,3. Producten. Water. Kaas. Melk. Eieren. En graag een zwarte thee nog even. Aankoop. Hartstikke fijn. Prijs instellen voor €2,20. Een flessenwater. Die doos, meneer. €2,40. Oeh, dikke wagrij. Oh, wat. 50 centjes. Zo, oh, dat is te veel. Dat is te veel. Ja, dat is niet echt handig. Hup, hup, hup. 57. Eén broodje. Volgende, een beetje melk. Met de pin, precies €20 graag. En nu heeft het gepast, dank u. €3,20 en de eieren doen we voor €3,70. En dan staan de klanten nog weer te wachten. 3 pakken kaas, alsof het niks is. 18 euro, oh, was in aanbieding, ja. Koffie. €6. Alsjeblieft. 60 cent terug. Alsjeblieft. Verlichting even aan. Pling. €1,2,3,4,5. €23,30 graag, dank u wel. Zo, de koffie. Zwarte thee. Ping. €0,60 alstublieft. De bloem. Ja, ja, kom aan. 1 fles olie. 70 cent alstublieft. En dat was €16,20, meneer.
En dan is het alweer sluitingstijd. Oh, je komt nog even naar sluitingstijd. Even een broodje, jongens. Voor één fles water, oké. Okay. Een oliefles van 15,70 €. Even een doos opruimen. Oké, nou dan wil ik even graag de rekening bekijken. Bloem, poedersuiker, gesneden brood, bloem. 4,40 €. Gesneden brood voor 4,80 €. En poedersuiker, zeiden ze, voor 3,50 €. Wat hebben we nodig? Poedersuiker. De kaas is op. Ik wil kaas. Melk heb ik nog 10 van. Melk, ja. 16. Gesneden brood is allemaal vuil. Koffie hebben we. Daar ja, kan wel een pak koffie bij kopen. Oh ja, ik heb dat. Ja. Beheer haar rekening aan. En de huur 400. En dan hou ik helemaal niks kijken. Ja. En de koffie. Zo, zet dat daar maar neer. Dit is een melk. Zo, wat hebben we hier? Kaas. Daar hadden we wel 2 pakken van kunnen bestellen, maar goed, ja, zo achteraf. Ook weer leeg. Wat een afval. Kunnen we die prullenbak niet slepen? Ja. Vervelend. Nou, ik zeg, dan zijn we wel aardig rond, zeker. Pasta hadden we ook kunnen kopen, maar ja.
reden. Mensen, komt u maar. Twee stuks. Ja, ook een van die. Ja, ping. 70 cent. Nou, alsjeblieft. €40,60. Twee keer olie. Pak melk. Ja, pastatje. Oh. Kaas en kaas. €1,10. En een pinner van €4,80. Hartstikke mooi. Nou, dan kan dat ook weer gevuld worden. Pasta. Die rommel kan ook al wel weer erbij. Kaas moet ik weer kopen. Piep, piep. En een euro. Alsjeblieft. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 producten. De koploper. Ook €61,70. Best heel veel. Glaaien met z'n allen. Ah, de eieren. Hartstikke goed. Dat wordt dan €29,70. Ook even pinnen. €13,10 graag. De pasta gaat hard. Twee pakjes kaas. En dat is de kaas alweer op. Och jee. Moet ik nog wat hebben? Wisselgeld. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bestel. Piedipiedip, even pinnen, hartstikke mooi, dat wordt €34,40. En jij neemt eieren. €11,80. En jij hebt ook een hele boodschappenlijst, hartstikke goed. Zo. €23,30. Hartstikke goed. Flessen water. Ja, ook de pimpas voor €13,90. De
koeling is wel populair, dat weet ik in ieder geval wel. Jij komt er alleen voor een eitje. 16 euro. Oké. 41,90 euro. Lampjes weer aan. Zo, weg wij. Beeldpasta. Meer kaas. Nog meer pasta. En dat is 18,70 euro. Dank u. 1 kaas. Oké. 3,20 euro. Brood, ja, oké. Ja, nou, hartstikke mooi. 35,20 euro. Oh, de koffie is ook weer bijna op. Koffie. Ja, oh. Hartstikke mooi, dank u wel. 27 euro's. En een euro alstublieft. Melk moet er ook nog weer komen. Eieren, ja, ook. Fles water. €8,50 van u, dank u. Ja, poedersuiker mag ook wel weer. De zwarte thee kan er wel. Olie, moeten we dat? Ach ja, waarom ook niet? En ik ben te laat. Oké. Bloem kan ook wel een verpakking erbij. Hoeveel koffie heb ik er nou in? 2. Pasta. €5 voor thee. Dat kan €5,50. Dat is veel te duur. 3 eurotjes dus. Dat kan nog steeds. Fles water. Ja. De kaas kan prima en de eieren.
Ook. Nou, laten we dat maar even kopen. Even de aanrekeningen weer betalen. Koop de licentie. Pindakaas. Dat is een ander soort bloem. Olijfolie. Spaghetti, basmati rijst, zout. En dat is wat er nu, oké. Nou. Zo, doosje eieren. Weg en een doosje melk. Zet daar maar even neer. Die doos kan wel even weg. En een doosje water. Nog meer. De poedersuiker. Ook weer leeg. Een doosje brood. Ook alweer op. Nog meer koffie. En op is het alweer. Brood. Olie. En de laatste, dat is zwarte thee. En dan gaan we weer open. Even kijken wanneer komt de. Oh ja, daar zijn we. Hartstikke mooi, dankjewel. De pinpas voor vandaag €20,40 alstublieft. Zo, u heeft zin in eieren. €24,40. Sorry. Zo, een feestje. Dat is €43,10 dan, alstublieft. Tududududud. Hartstikke goed. En €21,80. Zo, zet maar weer neer. Water hebben we verkocht, dus dat kan ook weer gevuld worden.
Melk, alsjeblieft. Kan die doos weer opgeruimd worden? Oh, ik dacht dat je hierheen zou komen. Ja, kom maar aan. Ja, give me the money. 5 afgeleerd. Zo, goed boodschappen gedaan. 80 cent. Oh. Jij koopt even een hele koeling leeg. 1, 2, 3, 4. Piep. 34,60 alstublieft. En dat is 29,90. Stikke mooi, dank u. Nou, snel maar weer vullen. Oh, de doos is leeg. Oh, de thee is nog steeds niet. No. 10,70 €. Ik heb nodig bloem, maar ik kan ook voor de duurdere gaan. Laat ik dat eens gaan doen. €28,80. €6,50. Zo. Hartstikke mooi. Het verlichtings. €5,20. €36,90, dank u. €6,40. €28,10. Potje pindakaas. €25,60 alstublieft. Dank u.
15 en 50. Baas Mattie reist. En dat kunnen we voor €6,70 verkopen. Hartstikke mooi. Ajo. €5,40, dank u. Paparapamparam. Zout. €2. De thee. Dan was het voor nu. We gaan even kijken wat deze dag heeft. Winst. Is iets minder, maar. Niet heel gek, hè? Fles. Water is omlaag gegaan. €2,30. Oké, nou. Ik ga eens even snel een blik werpen wat we moeten kopen. Ik zeg: een fles water. De kaas, de eieren, melk, pasta en de bloem. Suiker, ja, dat is prima. En koffie. Thee mag wel. Brood. De spaghetti. Maatje heb ik. Ja, die heb ik wel hier. Goedkope bloem kunnen we ook wat doen. Gaan we dus niet doen. De rekening moet even betaald worden. Dan gaan we ook dat straks aanpakken. Maar goed, we gaan eerst even dit vullen nog. Zo. Pasta. Eigenlijk moet hij hier weg.
Zo. De poedersuiker. Op. De kaas. Oh, zoek hem weer op. Eieren. Ook alweer op. Flessenwater. Zet hem daar maar even neer. Hier is nog meer pasta. De thee. Oh. Ook neerzetten. De koffie. Dat is de koffie. En nog meer koffie. En de rest laten we voor de volgende keer. Hartelijk dank voor het kijken naar deze video. Geef een like. Abonneer natuurlijk op het kanaal. En tot de volgende keer. Even snel een blik nog werpen. Ja. Bye bye.